Ik heb heel het seizoen al enduro's en cross gereden, dus eigenlijk ben ik heel het seizoen al topfit. Nu is het seizoen afgelopen, dus nu heb ik 2 maanden elke dag in de sportschool gezeten, gemountainbiked, getennist en ja, eigenlijk elke dag wel een uurtje of meer om gewoon heel moe te worden en ja, zodoende nog fitter te worden. Het is eigenlijk met de paplepel ingegoten. Mijn vader die crosste al vanaf zijn 20ste. Je hebt heel hoog gereden ook, heel goed. Ja, en toen werd ik geboren. En toen ik net kon lopen, een jaartje of 3, toen had hij een klein crossmotortje voor me gekocht. En ja, zodoende ben ik erop gaan rijden met zijwieltjes. En die heb ik er eigenlijk gelijk afgehaald. En zo heb ik het eigenlijk geleerd. Het is gewoon heerlijk, heel de dag op de motor zitten. Geen zorgen, niet aan school denken, zulke soort dingen aan problemen. En dat is denk ik het lekkerste van ja, heel de sport. Zolang je in de bus zit, op weg naar de crossbaan, totdat je thuis bent, denk je gewoon nergens aan, alleen maar aan het crossen en ja, plezier hebben. De vader van Robert, Rob van Pelt, deed zelf 10 keer aan de Dakar Rally mee. 8 keer reed hij hem uit. Dit jaar zouden vader en zoon voor het eerst samen het avontuur aangaan, maar Rob van Pelt verbrijzelde in juni tijdens het motorrijden zijn enkel. En dan zit hij nu nog steeds heel erg mee. Hij kan nog steeds heel lastig lopen, dus dat is eigenlijk onmogelijk voor hem geworden. Dus nu moet ik het in mijn eentje doen. Was het een droom van je vader om samen met jou te rijden? Ja, mijn vader praat niet echt heel veel over zijn gevoelens. Maar ik heb wel een keer een krantenkop gezien dat stond van mijn droom is om met mijn zoon een keer Dakar te rijden. Dus ik weet niet of het een droom is, maar hij zal het denk ik wel leuk hebben gevonden. En komt het er nog van? Ik heb geen idee. Nee, eerst dit, eens kijken of ik het leuk vind. En het is ook... ja, wat het allemaal waard is geweest, want ik heb heel veel school moeten missen. Mijn vrienden zie ik bijna nooit meer deze tijd. Dus dat is best wel veel wat je moet opofferen. Dus. Robert weet dat de 15 dagen van de rally enorm zwaar zullen zijn. Maar dat weerhoudt hem er niet van om de lat voor zichzelf erg hoog te leggen. Alleen uitrijden is voor hem niet voldoende. Het zou leuk zijn om een keer een dag bij de eerste 25 te komen, 25-30. En daarnaast wil ik nog het rookieklassement winnen. Voor de mensen die de eerste keer meedoen. De marathonklasse, dat je eigenlijk in principe met een standaard motor meedoet. En het malle klassement, dat je alles op jezelf doet, eigen monteur bent. Ja, dat is best een lijstje met doelen. Ja, als ik er 2 of 3 van af kan vinken, vind ik het ook mooi.